Welkom bij de tafel Cultuur in coronatijd. We hebben deze keer een wat bijzondere uitzending, want we gaan een nieuwe variant van de tafelcultuur aankondigen. En ik heb een gast aan tafel, die is al vaker hier geweest. Zeker weten. Michiel Dijkstra, hartelijk welkom. Dank je. Voor weer een gesprek over de rijke cultuur in onze mooie gemeente. Nu gaan we het over erfgoed weer hebben. Maar we beginnen eventjes, toch wel weer even korte introductie. Wie is Michiel Dijkstra en wat heeft hij met cultuur erfgoed? Ja, nou Michiel Dijkstra die woont in Eilst en die heeft daar een veilinghuis. En die is taxateur en veilingmeester van kunst en antiek. En zodoende ligt mijn hart natuurlijk ook bij de kunst en cultuur. Ja. Want ja, alles wat met mijn vak te maken heeft en met mijn hobby, zit allemaal in dat vlak. Ik woon dus in Eilst, getrouwd kinderen en enorm enthousiast over onze mooie Friese provincie. En we hebben natuurlijk zoveel kunst en cultuur, dus daar is van alles over te vertellen en mee te beleven. En er ligt ook het nodige op tafel, daar gaan we het ongetwijfeld nog over hebben. Absoluut. Als voorbeeld. Je bent, het is ook in vorige keren al uitgebreid aan de orde geweest, op heel veel fronten actief. Veilinghuis is een heel belangrijk gegeven. Nou, hoe is dat nu in coronatijd? Want we zitten nog wel met allerlei beperkingen en veiligheidsmaatregelen. Hoe loopt het nou met zo'n veilinghuis? Ja, nou, een groot deel van mijn klanten is natuurlijk ook 60 plus wel. En ook daar is natuurlijk de afgelopen maanden wel veel mee gebeurd. Ook wij hebben natuurlijk eerste weken zijn we gesloten en alles op afspraak. Hè. Dat is nu net weer opgeheven. Dus bepaalde tijden kunnen een bepaald aantal mensen komen voor informatie en taxaties. En ook de inbreng is weer opgestart voor de veilingen. Ja. Maar ja, er wordt natuurlijk wel het een en ander van ons verwacht. Hè, dat we afstand gaan houden. En dat er natuurlijk genoeg de voormaat. Er zijn voorschriften natuurlijk met betrekking tot het aantal mensen wat binnen mag komen. Ja, dus de kijkdagen kan ik me voorstellen, die zijn er even niet. Nee. Maar de individuele klantbehandeling kun je natuurlijk wel doen. Absoluut. Mensen kunnen nog steeds komen op afspraak voor informatie. En is het ook zo dat in deze tijd dat mensen gewoon veel meer aan huis gekluisterd zijn, hun zolder is opruimen, dat je merkt dat er mensen met extra spullen komen omdat ze hun zolder hebben opgeruimd bijvoorbeeld? Ja, nou met name de foto's die stromen nu dagelijks met grote hoeveelheden binnen. En dat is ook een mogelijkheid natuurlijk in het digitale tijdperk, dat in plaats van dat je het fysiek laat zien, dat je het door middel van een digitale foto laat zien. En van zo'n foto kan al een taxatie worden gedaan of iets waardevol is of niet. Ja. Of dat er even serieus naar gekeken moet worden, of dat we al in één ogenblik kunnen zeggen van ja, het heeft geen financiële waarde. Precies. En nog hele speciale voorwerpen die in coronatijd van de zolder zijn gekomen. Nou, met name heel veel en erg veel opruimdingen, zeg maar, met weinig waarde. Ja. En daar zitten natuurlijk altijd weer hele leuke dingen bij. Want mensen weten niet altijd wat ze in huis hebben. Nee. En soms, wat ook altijd leuk is, dat achter ieder artikel zit natuurlijk een verhaal. Ja. En de verhalen, die passen vaak bij die artikels. Hier staat ook van alles op tafel, heeft ieder artikel een verhaal. Ja. En vooral die verhalen vertellen, wat bij het artikel, wordt nu ook veel digitaal gedaan. Ja. Vooral musea's en dergelijke pakken dat nu heel goed op. Nou, wij gaan met die verhalen zo meteen verder. Ja. Je hebt vanuit het veilinghuis heb je nog daarnaast een heleboel andere culturele hobby's. Bijvoorbeeld de schepen in Sneek. Je hebt een aantal historische schepen varen in Sneek. Nou, dat ligt ook stil of komt dat nu ook weer op gang, weet je? Dat ligt nu helemaal nog stil. Hè. In het voorjaar is het vaak bedrijven en families die een uitje doen op afspraak. Ja. Dat ligt tot en met 1 juni helemaal stil. En daarna gaan we weer varen met 6 of met 8 mensen maximaal. Want ook... Ja. Ook met rondvaten moet je ook die 1,5 meter ruimschoots kunnen aanhouden. Dus voor ons is dat ook aanpassen, vooral bij het in- en uitstappen van een boot. Ja. Hoe gaan we dat doen? Bij de trap naar beneden, er is een trap bij. Kaartje verkoop loopt anders, dus overal moet je mee rekening gaan houden. Maar je gaat wel weer varen met die 1,5 meter afstand als men niet tot hetzelfde huishouden behoort. Precies. Okay. Alleen het moet ruim afstand zijn. Ja. Er is weer overleg geweest met de politie en met de RVM. Het hele protocol is daar ook voor ons weer van toepassing. En we hopen natuurlijk in juli, augustus, als er weer wat toerisme komt, hopen we die toch weer te kunnen bedienen. Want vorig jaar zijn er ongeveer 3000 mensen met ons
ja, door het mooie Sneek geweest. Maar de uitdaging is wel om het ook, dit ook weer op gang te laten komen. Want het kan allemaal georganiseerd worden, maar het vraagt even wat extra... Misschien op halve kracht, maar we vinden het toch belangrijk dat we door kunnen gaan. Nou goed, en dan weet ik ook nog uit het vorige gesprek dat je heel veel vrijwilligerswerk doet in Elst rond Houtstad. Het museum in Elst, Houtstad, ligt dat stil? Dat gaat waarschijnlijk weer open nu binnenkort. Nou, ook de musea's hebben natuurlijk coronamaatregelen. Ja. En de federatie heeft daarvoor richtlijnen opgesteld. Okay. Die staan uit 129 regels. Okay. En, ken je ze allemaal uit het hoofd al? Ik ken ze niet allemaal uit het hoofd, maar... Je moet ze wel nalezen. Ja, ja. Het zijn er heel veel. Ja. En sommigen, ja, daar kun je niet aan voldoen, of in een bepaalde mate. Dus Houtstad Elst gaat per 1 juli weer open, is de bedoeling. Want, want ook een klein museum, zeg maar, ja, wil graag weer open. Tuurlijk. Maar ook we zitten met vrijwilligers. Ja. Heel veel musea draaien op vrijwilligers. Ja, en die moeten wel willen komen. Ja, niet alleen willen komen, maar boven de 70 jaar is het een risicogroep. Ja, en daar moet je toch rekening mee houden. Oké, nou goed. Even weer, hebben we de stand weer even op dit moment, actualiteit, hoe je erbij staat. Nou, als introductie op het hele verhaal van Kunst op tafel, want dat is de naam van het nieuwe programma, hè? Jazeker. Die veilingmeester, wat doet hij? Ik wil over dat taxeren wil ik wat horen. Hoe werkt dat? Ja. Ik wil even iets over jou, even achter jouw geheim kijken. Ja, nou, het is op zich niet een geheim. Het is in principe altijd vrij openbaar en toegankelijk. Maar de informatie die wij als veilingmeester, taxateur hebben opgebouwd, dat is informatie die niet overal verkrijgbaar is. Natuurlijk is er heel veel op internet na te lezen. Maar ja, is het nou een printje of is het nou een echte tekening? Is het stukje nou 800 jaar oud of is het misschien 80 jaar oud? Of is het misschien wel een imitatie uit China? Ja. En dat soort dingen, ja, dat kun je pas leren als je daar ook heel veel jaren in werkzaam bent. Ja. En een veilingmeester, taxateur, die kijkt met hele andere ogen naar bepaalde dingen. Het vingerspitsengevoel, dat die Duitsers zo mooi omschrijven, dat heb je nodig bij dit vak. Om echt de pareltjes er wat uit te kunnen halen. Maar waar liggen je referentiekaders? Want je hebt geen prijslijst, want vaak zijn dingen uniek, dus is geen vergelijking. Ja. Je wilt misschien wel wat geld verdienen, maar ik heb je zo hoog cultureel zin dat ik denk, het gaat niet om geld, maar het gaat om een reële waarde. Ja, absoluut. Maar hoe kom je dan? Nou, dat is een stukje ervaring natuurlijk. En we hebben natuurlijk referentiepunten. Want ja, ik ben al als 20 jaar zit ik achter de veilingtafel, zeg maar. Ja. Dus ik heb al 100.000 artikelen langs zien komen. En sommige komen wel eens wat vaker langs. Okay. Daar heb je natuurlijk referenties van. Dus er ontstaat wel een soort kader. Ja. Daarnaast houden wij als veilinghuizen ook databases bij van bepaalde dingen. Ja. En ook... wat voor ons van belang is, is een groot netwerk. Ja. Hè, van collega's, van soms verzamelaars, maar vooral collega's. En op allerlei gebied hebben wij connecties. Ja. Ja. En waar wij natuurlijk ook mee overleg voeren om soms in bepaalde dingen tot een goede prijs te komen. Ja. Ja. En verder is natuurlijk de marktwerking op een veiling ook van belang. Ja. Hè? Ja, het is wel een bedrijf. Dus absoluut. Ik bedoel, het moet wel allemaal uit kunnen. Ja. En nog iets een plus erbij liefst, denk ik. Ja, natuurlijk een commissie. Dus je moet al je dure hobby's nog financieren. Ja. Nou, de hobby's, ja. Die moeten wel een klein beetje. Maar, natuurlijk, je moet ook wat verdiend worden. Ja, ja. En, want anders heeft het ook natuurlijk kan zo'n bedrijf niet uit. Nee. Dus zo'n veilinghuis werkt op provisie. Zo'n taxaties voor onderlinge verdeling. Ja. Hè. We doen bijvoorbeeld ook veel voor families die met een sterfgeval te maken krijgen. Die de spullen eerlijk willen verdelen. En die roepen daar iemand bij, een taxateur, om te kijken van... die spullen die we gekregen hebben, zijn ze überhaupt iets waard? Ja. Hebben ze misschien waarde voor een museum? Ja. Of is het te verkopen? Of we willen het zelf verdelen? Ja. En daar heb je heel veel... In heel veel families gaat het heel erg goed. Maar er zijn ook wel eens familie daar hebben ze er nog wel eens wat problemen mee dat de een of ander krijgt. En dan is zo'n taxateur wel makkelijk. En het is natuurlijk met allerlei dingen die aangeboden worden. Degene die het aanbiedt wil er altijd meer voor hebben. Die denkt altijd, ik krijg er wat voor, het valt wel eens tegen. Ja. Maar heb je ook wat mensen gewoon second opinion doen? Dan zeggen tuurlijk. Meneer Dijkstra, u zegt dat wel, maar ik kom al een tijdje terug, want ik heb nog wel een ander adresje. Dat soort dingen vergelijken? Tuurlijk, dat kan gebeuren natuurlijk. Maar op zich valt dat reuze mee. Okay.
Hè, maar wil je een rapport laten maken door ons en door een collega? Nou, dat is prima natuurlijk. Okay. Dat gebeurt wel eens in vervelende familieomstandigheden. En dat er echt ruzie is. Maar eigenlijk in normale omstandigheden... Gaat meestal goede harmonie. Ja, is dat geen probleem. Ja. Oké, okay, nou, en nu gaan we naar het nieuwe. Want vanuit jouw ervaring en vanuit jouw kennis en ook vanuit je hobby, je liefhebberij voor erfgoed, gaan we in september een nieuwe variant starten met jou aan tafel en met kunst op tafel. En ligt daar wat kunst? Ja, ik heb natuurlijk ook even wat dingetjes meegenomen. Ja. En er is zoveel bij de mensen, en natuurlijk in de kunstwereld, maar ook bij de gewone mensen thuis, aan voorwerpen met een mooi verhaal en een leuke achtergrond, dat het heel leuk is om daar iets over te vertellen. Ja. Eventueel ook met een waarde daarbij, maar ook een gast daarbij uitnodigen die echt heel gespecialiseerd is op bepaalde gebieden. Zowel zilver, aardewerk, tegels. Ik heb wat dingen meegenomen, een schilderijtje. Je hebt overal natuurlijk specialisten in. En het is een leuk onderwerp om dat samen te gaan bespreken. Want als je de liefhebbers en de deskundigen samen aan tafel hebt, krijg je vaak de leukste gesprekken. Ja. En we hopen dat de kijker daarvan mee wil genieten. Okay. Even naar het idee. Waar kwam het idee vandaan? Waar heb je de... Ja, kijk, in mijn dagelijks werk heb ik natuurlijk heel veel taxaties. Ja. En dan komt er komt bijvoorbeeld iemand en die heeft zo'n doosje bij hem. En zo'n doosje, nou, ze kunnen zelf wel zien dat het zilverkleurig is, maar is het nou echt zilver? Hè? Dus de vraag is het nou een zilveren doosje? Ja, dit is een zilveren doosje. En dan vraag ik vaak, nou, hoe komt u eraan? Dat is van Beppe geweest, want die heeft dat gekocht. Maar ja, dan kan ik aan de keurtekens bijvoorbeeld zien dat het doosje wel 250 jaar oud is. Ja. En dan kan ik ze vertellen, nou, Beppe heeft het waarschijnlijk ook gehad en heeft er ook op gepast. Ja. Maar het zit al veel langer bij u in de familie. Ja. En aan de stempels kunnen we soms zien, is het in Friesland gemaakt, Amsterdam of wherever. Ja. En dan komen de verhalen los. En dat zo'n doosje dan 100 of 200 euro waard is of 300, is natuurlijk leuk om te weten. Maar het is ook leuk om te weten van, waar is dat gemaakt en waar werd het überhaupt voor gebruikt. Ja. En waar deze voorwerpen komen, neem ik aan, uit jouw eigen voorraad. Maar waar komen de voorwerpen die je laat zien dan aan tafel? Die komen, die zijn bijvoorbeeld ingebracht op ons veilinghuis. Of zijn van mijzelf of van een collega of van iemand. Dat ik denk van, hé, dat is een leuk onderwerp. Daar is iets leuks over te vertellen. Hmm. En misschien dat ik ook onze gast wel mee vraag om iets leuks uit zijn privé of musea. Okay. Mee te nemen om eens te gaan vertellen. Dus elke keer heb jij een gast aan tafel met een voorwerp? Ja, absoluut. Of heb jij voorwerpen? Neemt hij mee? Ik ga vragen of de gast iets mee wil nemen, wat hij bijzonder vindt. En ik zal zelf spullen meenemen. Ja. En het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat ik iets niet helemaal weet. Ik heb hier bijvoorbeeld een paar tegels liggen. Ja, de een is 300 jaar oud. En de andere die is 25 jaar oud. En die is 200 jaar oud. Om dat verschil eens nou tot in detail uit te leggen. Dat kunnen dat soort mensen heel erg leuk. Ja, ja. En dat is ook altijd dingen wat de kijker gaat interesseren, denk ik. Want we kunnen natuurlijk zien, het voorwerp. Het voorbeeld wat je nu in je handen had net van dat zilveren voorwerp. Ja. En dan denk ik, oké, dat bekijken we dan even. Ja. Maar wat ik boeiend vind, dat hij ook zegt, er zit een verhaal aan vast. Absoluut. Heb jij een voorbeeld van iets wat je hier hebt, waar je zegt, nou, of overval ik je er misschien mee, waar je een verhaaltje bij hebt? Alles wat hier... Een voorbeeld van een verhaal met een voorwerp? Ja, nou ja, bijvoorbeeld dit voorwerp, dat is bij ons binnengekomen op de veiling. En dan denk je, oh, dat lijkt wel zo'n koperen pillendoosje, maar, of een zakhorloge. En dan druk je erop en dan zie je dat er een kompas in zit. En... dan ga je natuurlijk verder zoeken van wie is dat kompas geweest. En dan staat er US op. En dan US, dat is Amerika. En dan ga je ze kijken van waar is dat voor gebruikt. En dan blijkt dat uit de Tweede Wereldoorlog te komen. Hmm. En hoe is dat, Dat hier gekomen? Want de Canadezen hebben ons bevrijd. Ja. Is dat misschien door een verzamelaar meegenomen of iets hebben dergelijks. Elkaar ergens ontmoet op de Mandië en misschien... Ja, dat zou best kunnen. Maar één ding is zeker, het is in Amerika gemaakt en is in de Tweede Wereldoorlog ergens in Nederland blijven plakken. Ja. En dat zijn kleine leuke dingen om eens te gaan overleggen met een deskundige. Ja. En eens een kijkje achter de schermen gaan nemen van dit soort artikelen. Ja, mooi.
Ja, en want dat voorbeeld wat je noemt, dat heeft natuurlijk al een heel verhaal. En we weten natuurlijk het grootste deel van het verhaal weten we niet. Nee, het heeft weten een hele we niet. Geschiedenis doorgemaakt. Maar soms is dat natuurlijk ook niet te ontrafelen, maar een klein stukje is wel te ontrafelen. En dat zijn vaak hele interessante dingen. Ja. Ja. En zo heeft eigenlijk ieder artikel hier op deze tafel heeft wel een verhaal. Hè? Zo'n 18e eeuw trekpotje, hè? Ja. Uit China weg, na 300 jaar staat het hier op tafel. Ja. Maar ook een stukje van ons eigen aardewerk heb ik meegenomen. Ja. Ja. En dat is in Friesland gemaakt, de kerfsnede. Ja. En heel veel mensen thuis zullen daar ook iets van hebben. Of zullen het herkennen van hun opa. Maar goed, het is ook leuk dat we via die verhalen van die culturele erfgoedstukken ook iets van de geschiedenis van Friesland. Want daar wil ik ook nog wel even op. Dit zijn bepaalde veilingachtige artikelen. Maar kunnen het ook. We noemen het kunst op tafel. Maar hoe breed is het? Kan het ook historisch zijn? Tuurlijk. Het is van belang van wat komt er op ons pad. En wat gaan we behandelen natuurlijk. Dat is heel breed, omdat Friesland heel erg breed is. We hebben natuurlijk een eeuwenlange geschiedenis waarvan heel veel bewaard is gebleven. Hè? Ja. Omdat vroeger Friesland ook niet zo'n rijke provincie was, bepaalde dingen wel. Is er heel veel ook bewaard. Zeg maar wel een rijke historie. Hele rijke historie. Maar we hebben door zuinigheid hebben we ook heel veel bewaard. Niet alleen aan huizen en gebouwen, maar ook aan voorwerpen. Okay. En dat is gewoon interessant. Dus we nemen ook een stukje historie van Friesland. Absoluut. En van onze eigen gemeente daarin mee. Ja. In het hele verhaal. Want ook de gasten die ik zal vragen. Ja, heb je al wat ideeën van gasten of voorwerpen? Ja, of wil je dat nog niet vertellen? Mijn Seffringa van het Scheepvaartmuseum. Is ook altijd interessant. Er zijn ook gewoon genoeg en voldoende te bespreken voorwerpen. Ja. Dus dat is leuk. Er komt iemand, een specialist op het gebied van zilver en van tegels. Dus we hebben al een hele lijstje met al dingen in je hoofd. Dat, een heel interessant lijstje met mensen met goede verhalen. Die weten waar ze over praten. Mooi. Want dat is natuurlijk het leukste. Ja, oké. Okay. Nou ja, en Michiel gaat behalve dit programma voorbereiden ook weer met de andere dingen aan de gang, hè, waar we het over hadden. Ja. Sneek, de bootjes, het veilinghuis, gaan weer opstarten. Alles moet natuurlijk weer doorgaan. Het is van groot belang natuurlijk dat de veiling ook weer gaat draaien. Maar alle andere culturele dingen, die zijn natuurlijk van groot belang. In deze coronatijd, de toneelverenigingen, de zangverenigingen, maar ook de biljartclubs, alles ligt natuurlijk maar stil. Je verwacht wel dat we daar in september ook met jouw activiteiten wel weer mee door kunnen gaan. Absoluut. We hopen natuurlijk allemaal dat de dingen weer kunnen worden opgepakt. Desnoods met afstand en met maatregelen. Aangepast. Maar dat ons sociale leven, wat natuurlijk van belang is, toch een beetje weer loskomt. Ja, mooi. Ben ik nog iets vergeten? Nou, ik zou een aankondiging. Een aankondiging. Jij gaat het voorbereiden. In september gaan we beginnen. Absoluut. Gaan we het zien. En dan hebben we de kunst op tafel. Dankjewel. Nou, Michiel, hartelijk dank voor dit introductiegesprek. We gaan het allemaal zien. Veel succes met de voorbereiding. En ook vooral veel succes en plezier met al je verdere activiteiten voor de cultuur en cultureel erfgoed in onze mooie gemeente. Hartelijk dank. Graag gedaan. Oké.